Ik ben Marcella van Zundert, 39 jaar en vanaf 2009 ben ik werkvoorbereider bij Joules. Mijn vooropleidingen heb ik gedaan op de LTS en op de NTS. In 1992 ben ik bij Joules terechtgekomen door een sollicitatie via de krant. Door die sollicitatie ben ik eigenlijk in de techniek gekomen. Ik heb 16 jaar lang op de tekenkamer gezeten en na enige tijd had ik het idee van ik heb meer in mijn mars. Toen ben ik overgestapt naar een andere afdeling en dat is net in aansluitingen en daar ben ik werkvoorbereider geworden. Goedemorgen met Centraal Magazijn Keilerweg, Joules. U spreekt met Joy Goelop. Goeiedag, je spreekt met Marcella van Zundert, Joules. Goedemorgen Marcella, wat kan ik voor je betekenen? Een storing. Nou, zeg maar wat je nodig hebt. Twee overgangskoppelingen voor gietijzer PVC, rond 100. En daarbij wil ik graag 5 aftakzadels met opzetstukken hebben. 5 aftakzadels. Oké, en wanneer heb je ze nodig? Ik heb ze vanmiddag nodig. Is dat een probleem? Nee hoor, dat is geen probleem. Moeten ze gebracht worden of opgehaald? Ze worden opgehaald door de aannemer. Oké, nou, we regelen het even. Ik denk dat ik het binnen een half uurtje klaar heb staan. Bedankt. Oké, fijne dag verder. Dag. Ik ben momenteel nog in opleiding. Ik ben pas weer begonnen voor dit jaar. Daarbij komt ook nog dat ik verschillende cursussen heb gedaan. En Joules geeft mij gelukkig de tijd en de ruimte om goed te ontwikkelen. Als ik vragen heb over mijn werkzaamheden, dan kan ik het vragen bij verschillende collega's op de afdeling. En die zijn altijd bereid om even te helpen. Hoi Marcella. Hallo Rick. Hoe is het gaan met de Viavenstraat? Ja, goed. De rond 400 zijn eruit. En ik ga nu verder met de aannemer overleggen hoe het verder met betalingen gaat. Mooi. Succes ermee, hou met de hoogte. Ja, dankjewel. Zou ik doen. Het contact met de aannemers is heel erg belangrijk. Je wil weten of de werkzaamheden buiten goed verlopen. En daar vooraf gaat een kick-off. Er wordt hier ook een noodleiding overgezet. Want we kunnen deze niet gasloos zetten vanwege de aansluitingen die hier zitten. Mijn werkzaamheden bij netten en aansluitingen bestaan uit ontwerptekeningen maken, aannemersbonnen maken, materiaal uitschrijven, vergunningen aanvragen, tekeningen laten ontwerpen, zelf tekeningen ontwerpen, uitvoeringsmappen maken, buiten op het werk kijken en langsgaan bij de klanten. Hallo. Ik heb hier een vergunning aanvraag. Zou je die van mij naar gemeentewerk Rotterdam willen sturen? Ja, ik ga hem aanvragen. Mooi. Zit alles erbij? 8 tekeningen en een brief. De afdeling bestaat uit plusminus 40 personen. Die zijn werkzaam in elektra en in gas. Het team waar ik nu zelf in werk bestaat nu uit 6 personen. De sfeer op de afdeling is hartstikke goed. We hebben diverse nationaliteiten en dat gaat voortreffelijk eigenlijk. Hoe gaat het? Naar omstandigheden goed. Hoe dat zo? Ja, kijk, normaal gesproken de graf je zo'n geul in één keer en dan kan je in één keer de gaslijn vervangen. Maar nou moet het in stukjes gebeuren natuurlijk, allemaal in fases, in etappes. Okay. Ja, ik zeg ook al, je moet een beetje begrip voor de omstanders, want ja, je zit midden in het centrum. En zij hebben ook begrip voor ons, dus goed. Ja, gelukkig. Het is een job die iedereen aan kan. Jong, oud en zeker ook vrouwen. Ja, je moet wel je mannetje kunnen staan. Ook dat kun je leren. Joules, wij zorgen dat het werkt.